twee wegtrekkende cowboys hier bij Pebbles, het kattencafé volgens Japans concept, die inderdaad vlak voor een verbouwing staan, want de katten en het publiek, sowieso het keukentje, zitten allemaal te nauw bemeten op elkaar, zeg maar. En daar moet inderdaad in voorzien gaan worden door de nieuwe eigenaars, de familie Brands. Wie is er dan aan de hand? Oftewel Jolanda Moeders, die nu nog directiesecretaresse is bij een Japans bedrijf. En Vee, die zelfs overweegt om haar studie ervoor op te zeggen, omdat katten toch meer haar ding zijn, zoals dat heet, zich daar meer verwant mee voelt. Deur snel weer dicht, want anders lopen de katten weg. De kat is geen vullers, want dat is een beetje de opzet als ik me niet vergis. Precies, zeker. Ja. Met de katten, eventjes gelijk een gewetensvraag, een gewetensnoodsvraag. Dat zijn allemaal katten uit het asiel of komen die allemaal uit uw familie? Nee, allemaal uit het asiel. En er zijn ook huisregels, handwassen, slapen de katten gewoon laten slapen. Ja. Kattenvoer laten eten en dergelijke. Ja, klopt. Maar sowieso moet ik natuurlijk even weten, mag het allemaal wel van de ware wet? Ja, dit mag zeker van de ware wet. Maar ik weet dat de bakkerijen de katten die de muizen vingen gewoon de deur uit hebben moeten doen, omdat het inderdaad onhygiënisch werd geacht. Ja, ja. Hebben jullie hier geen last van? Nee, de keuken is helemaal afgesloten. Er komen nooit katten in de keuken. Die mogen er nooit komen. En de kattenbakken en alles van de katten, ze kunnen zich ook terugtrekken als ze geïrriteerd zijn of moe. Dan kunnen ze daarachter en daar komt verder helemaal niemand. Het is echt alleen maar voor de katten. Zou je hier eventueel, als je helemaal verzot bent geraakt op een kat, die kat kunnen adopteren? Nee, dat kan niet. Deze zijn van jullie, maar deze zijn van doen ons. Het in samenhang met de Hargehoeven. Er zijn wel mensen die dat, of kattencafés die dat doen, dat kun je dan adopteren. Maar het is heel moeilijk om een groep bij elkaar te krijgen. Dus hier hebben we ook 6 katten zijn weer teruggegaan naar het asiel. En totdat we de goede mix hadden, dat ze elkaar niet de tent uitvechten. En dat ze gewoon harmonisch samen kunnen leven hier in het café. Je kan hier wel de nodige info inwinnen. Ja, zeker, tuurlijk. Hoe je dan aan zo'n absolute liefde. Ja, want heel veel mensen willen natuurlijk zo'n leuk klein kat. Ja, precies. Mensen willen graag zo'n kleine kitten. Maar er zitten nog zoveel katten in het asiel die gewoon helemaal geen huis hebben. Dus ja, dan is het natuurlijk prachtig als je kat uit het asiel kan halen. Ja. Ik ben daar bijna op mijn hoofd. Die zitten keurig netjes op het kattentoilet. Nee hoor, dat is het toilet van gewone mensen. Ik ben in Nieuw-Zeeland naar een kattencafé gegaan en daar ben ik verliefd geworden op het idee. In Sydney was er eentje waar alleen maar space dingen waren. Dus eentje heette Obi-Wan Kenobi, gewoon Star Wars related. Maar in Auckland was het heel erg barista, make yourself, feel yourself at home, zulke dingen. Dus alles was van de tweedehands winkel, je had plofbanken. Dus iedereen heeft een beetje zijn eigen feel en dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Maar ga je dan je studie ervoor opgeven? Nee. Om je droom na te jagen en misschien hopelijk geen nachtmerrie van te maken. Combineren. Oké. Okay. Ja. Net zoals ik dat doe. En combineren. Lekker aan de grief gekomen met het spelen van de diverse. Lekker warm hier. Het is lekker warm voor u. Ja. Ja. Helemaal goed. En nu komt hij graag of is het de eerste keer? De eerste keer, maar het is prima. Take care. Be careful. Oei. Bijna met de ware wet. In botsing. Goed opgelet.